Hey, ik ben Tigo. Welkom bij de club. Dit is Honkbalvereniging de Haaskamp. Hallo, ik ben Tibbe en we gaan je nu rondleiding geven op onze club. Kom maar mee. We zijn nu bezig met warming-up en dat is om je spieren wat warmer te maken. Wat gaan we hier allemaal doen nu? Hier gaan we slaan, deze twee oefeningen. Hier gaan we pitchen. Daarachter wordt field gedaan en hier worden hoge ballen gedaan. De Haaskamp is onderdeel van een omnisportvereniging geweest. Samen met, ik geloof, skaten en turnen. En ergens in de jaren 90 is de Haaskamp als honkbalvereniging zelfstandig geworden. Ja, honkbal is in Nederland misschien niet zo'n hele grote sport. Hè. Je hebt er niet dagelijks over gehoord in de media. Maar ondertussen zijn we in 2011 wel een mooie wereldkampioen geworden met honkbal. Het is helemaal klasse. Nu partijtje doen. Dat doen we altijd aan het eind van de training en ik ga nu meedoen. Hoe vaak train je? Eén keer per week. Nu op zondag binnen, maar als april geloof ik gaan we weer buiten op de maandagavond. Zijn er wedstrijden en prijzen bij honkbal? Ja, je speelt wel prijzen als je pupil speelt. Bij b-ball nog niet echt. En wedstrijden zijn er inderdaad, ja, ook toernooien en dat soort dingen. Zou je leeftijdsgenoten aanraden om dit ook te doen en waarom? Ja, eigenlijk wel. Nou, het is vooral de enige sport waar je mag slaan en stelen. Wat is nou het allerleukste aan honkbal? Wat ik het leukste vind, vind ik de hoge ballen van me. Deep in my bones, straight from inside. We beginnen in april ongeveer met ons zomerseizoen en dan spelen we op ons eigen sportcomplex. Dat is Sportpark Stad Dijk Noord in Nijmegen en daar hebben we dan onze buitentrainingen en onze wedstrijden. Helaas is dit alweer het einde van onze training. Bedankt voor het kijken.